Vrienden, daar zit hij. Ja, we kennen hem nog, tuurlijk. Hoeveel interlands bij elkaar, Arthur? 45, hart. 45 interlands, beste vrienden. Ja. Daar zit hij, Nederlands elftal. Ja, en we gaan het natuurlijk hebben over Feyenoord AZ. Arthur is tegenwoordig scout bij AZ. En, maar we beginnen eerst even natuurlijk. Hey, Arthur. Ik ben benieuwd. Ja, we kijken even terug, nog in de tijd. Weet je nog, dit is een filmpje wat ik heb gevonden uit 1998. Okay. We zijn in de aanloop van het WK. En ik zocht jou op in Hoenderlo. Ja. En ja, vrienden, dat moeten jullie weten. Arthur is een enorme fan van de liedjes uit de jaren 60. Trouwens, de hele jaren 60. Dat vind je helemaal te gek. Gaan we straks nog even zien. Maar we laten eerst even het filmpje zien. En we zingen samen allerlei oude hits uit de jaren 60. Gaan we. 60 jaren muziek. Oké, nou ik ga even jouw kennis testen. Ja? Daar komt ie. Hier komt nummer 1. Even kijken of jij dat weet. Just you know why. Ja, en wie is dit? Dat is Buddy Holly. Is dit Buddy Holly? Buddy Holly met True Love Ways. Met True Love Ways? True Love Ways. Zo. Wat is dit? Sweet Little 16. Bro, dit is weer een beetje van dit. Weet je die? Deep in the heart of Texas. Komt ie aan. Oh. Sweet Little 16. Nou. Ken je niet, hè? Nee, deze ken ik niet. Verschrikkelijk. Nee, jij bent echt niet kennen. My love, oh my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh ja. When are you and me, oh boy. Buddy Holly. I don't know why I love you, but I do. That'll be the day when you make me cry. You say you're going to leave. You know there's a lie, cause that'll be the day when I die. Ja, en Doe de Hop, van wie is dat Doe de Hop? Volgens mij van Freddy en de Juniors. Freddy en de Juniors? volgens mij wel, let's go to the hop, oh baby. Ja, top. Ja, was wel. Maar, kijk, wat jullie niet weten, Arthur, die heeft ook een kelder en daar staan allemaal dingen van de jaren 60 in, hè? Ja, dat klopt. Foto's en noem het maar op. En je hebt een prachtige jukebox daar. Ja. Kun je die jukebox even laten zien? Je let op, hè, vrienden. Hier, let op. Kijk. Kijk even wat een jukebox. Hé, hey, is dat even wat? Ja. Hey, ja. En als je nog wat anders wil, nog een Coca-Cola machine hier. Dus als je nog een colaatje wil, dan kan ik er ook een beetje bij halen. Coca-Cola machine. Hier, laat hem nog even zien. Prachtig, zeg. Is die mooi? Ja. Maar ik heb die hele route, al die oude muziek hier al van Johnny and the Hurricanes, The Rolling Stones, The Drifters, The Searchers. Hier zien jullie dat, al die oude... De Beatles. Hij heeft daar allemaal oude zooi van die muziek ophangen en die bar ook. Prachtig. Er staan niet op de achtergrond, ik leerde de dames al te dansen. Kijk, is dat even jaren 60? Ja, daar is onze Arthur een enorme fan van de jaren 60. Nou, ja. Dat is de prachtigheid. Een jaar later gingen wij nog eens een keertje hengelen. En toen vroeg ik natuurlijk om Albert West om even langs te komen. En Albert, die zong Ginny Come Lately. Hier, komt-ie. Ginny Come Lately, wanneer was dat, Albert, precies? 2,73. 2,73? Ja. Hoeveel zijn er van verkocht toen? Nou, 5 miljoen. 5 miljoen? Ja. 5 miljoen? Dat is wat. Maar dit nummer ken jij toch? Ik ken hem. Nou, we gaan hem doen. Okay. Kom op, ja, daar komt hij hoor. Ja, daar komt hij. Ja, de bekende klank hoor. I only met you just a couple of days ago. Goed. I only met you and I want your love and so. Komt ie. Ginny come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but Ginny come lately. You're the one for me. Nou, geweldig. Fantastisch. Grote blessen. Top. Ja, dank je, hartelijk dank. Dag Albert. Hoi.
Ik moet zeggen, we hebben aardig wat nummertjes gezongen, hoor. Als ja, toch? Ja, we hebben aardig wat songs gehad. Inderdaad, ja. Hey, luister even goed. Jij hebt natuurlijk een carrière gehad, klinkt als een klok. En met wie heb jij niet allemaal gespeeld? Met Romario heb jij gespeeld. Ja, stop. Dat is ook een mannetje ook, hè? Ja, nee, dat was geweldig, geweldig, hoor. Want ik weet nog dat ik bij PSV terecht kwam. Ik was eerst aan het onderhandelen met een andere club. En toen op het laatste moment kwam PSV. En ik las ook in een interview, het was net in de zomervakantie, dat Romario, die maakte zich sterk voor mijn komst. En ik speelde bij Twente. Ik denk, hé, Romario, hoe kent hij mij? En hij wilde graag dat ik naar PSV zou komen. En uiteindelijk teken ik voor PSV. En ik zal nooit vergeten, een van de eerste keren dat ik daar binnen kwam lopen, kwam hij naar me toe. Hij zegt, hé, Arthur, hij zegt, goed dat je voor PSV hebt getekend. Hij zegt, jij bal hebben. Hij zegt, voorzet geven, ik scoren en ik centjes voor jou verdienen. Dus ik stond echt zo. Ik denk, wat gebeurt hier nou toch allemaal? Maar toen de tijd speelde ik nog als aanvallende middenvelder linksbuiten hard. Dus ja, hij zag mij als ideale voorgever. Hij zegt, simpel, voorzet, ik scoren, ik voor jou centjes verdienen. Dus ik stond echt zo van, wat gebeurt hier toch allemaal? Legendarisch, is echt legendarisch. Hey, maar wacht even, Feyenoord AZ. Dat komt eraan, maar er zit nu Dick Advocaat. En Dick Advocaat was ook jouw trainer natuurlijk. Op een gegeven moment was jij aanvoerder, hè, bij PSV. Ja. En Dick Advocaat was jouw trainer. En wat gebeurde er dan? Vertel even. Jongens, dit is echt een goed verhaal, hoor. Ja, daar komt hij, hoor. Ja, ik was natuurlijk linker vleugelverdediger. Dus vaak de eerste helft speelde ik natuurlijk altijd voor de dugout. En als het even niet goed ging met de ploeg... Ja, dan speelde ik natuurlijk voor de dugout. Dus ik, Arthur, zeg tegen Wim Jong dat hij dit moet doen. Zeg tegen Jaap Stam dit. Zeg tegen Cocu dat. Zeg tegen Ronaldo. Ik werd er op een gegeven moment helemaal gestoord van. Want ik was eigenlijk een beetje het verlengstuk in het veld. Ja. Ik dacht, weet je, achteraf. Ik denk, ja, ik ben aanvoerder. Weet je wat ik ga doen? Ik denk, als we de TOS winnen. Ja. Normaal kies je met de eerste helft wint mee in de rug of noem maar op. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Als ik de TOS win, dan kies ik de eerste helft. Kies ik de andere kant van de dugout. Want ik denk, als we dan de eerste helft met 2-0 voorstaan, dan is de tweede helft is Dick wat rustiger. En dan kan ik ook wat rustiger voetballen. Dus iedere keer, als dan huppakee, dan won ik die TOS. En dan deed ik alleen maar zo, Marciano Fink, die speelde toen rechtsbuiten. En dan deed ik zo. En dan zag ik Marciano al zo staan. Oh nee, ja. Marciano speelde dan de eerste helft natuurlijk voor de duck-out. Dus die kreeg altijd op zijn zo de mieter van Dick. Maar later kwam Dick erachter, maar hij was er niet blij mee dat ik dat deed, hoor. Hij was echt goed in. Dus gewoon de TOS winnen en dan gewoon de eerste helft gewoon ver weg van de dugout. Ja. Want je weet natuurlijk hoe lekker fanatiek Dick is altijd. Dus ik hou er wel van, hoor. Dat is geweldig. Geweldig. Ja. Feyenoord AZ. Arthur. Ja, zeg het maar. Ik bedoel, Feyenoord, dat was niet geweldig voor de beker. En AZ ook niet. Nee. Dus wat moeten we daarvan zeggen? Ja, ga toch voor AZ, red ik het, Ted. Ik ben natuurlijk scout, ja, en... Ja. Afgelopen woensdag hebben we natuurlijk een mindere wedstrijd gespeeld tegen Ajax. Maar drie dagen ervoor tegen PSV speelden we weer een hele goede wedstrijd. Ja, ik heb er toch vertrouwen in dat we toch daar de punten gaan pakken. Dat Boadou, dat hij toch weer die lijn doorzet van de wedstrijd tegen PSV. Ja. Stengsi, dat zijn natuurlijk talentvolle spelertjes. Ja. Dus, ik moet zeggen, ja, als je toch gaat kijken ook. We hebben met Wijndal een goede linker vleugelverdediger. Die jongen die maakt echt... echt heel veel stappen, die zie ik wel aan het eind van het seizoen naar de topclub gaan. Ja. Koopmijners, aanvoerder, jonge talentvolle speler ook. Dus ik heb er wel vertrouwen in, Hart. En jij? Oh, het wordt AZ. Het wordt AZ. Ja. Dus wat zeggen we tegen die Rotterdammers? Tegen die Feyenoord aanhang, wat zeggen we daar tegen? AZ, red ik het, 1-2. 1-2? 1-2 wordt het. Dus ze hebben pech in Rotterdam. Ze hebben pech in Rotterdam. Dus met de staat tussen de benen moeten ze afdruipen, helaas. Oh. Wij nemen de drie punten mee naar Alkmaar, naar de Kaasstad. Nou, we houden je eraan. Hey Arthur, het is super om je weer gezien te hebben. Ja. Jongen, dankjewel voor alles. En we zien elkaar, hè. Leuk, hard om weer eventjes terug te blikken op al die leuke momenten die we hadden. Ja, toppie. Zeker. Hey, succes. Groeten. Doei.